Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag staan we achter mijn computer. We gaan een interessante video maken met alleen maar productvergelijkingen. Met veel nuttige informatie. Dat is het eerste wat we vandaag gaan doen. En het tweede wat ik kwijt wil, is dat ik eerst had besloten om er een voedingsserie van te maken. Net zoals de verzuringsserie op dit kanaal. Maar later heb ik toch gedacht van, weet je wat, dat doe ik niet. Ik verwerk het gewoon in een beetje een vlog zoals nu. Dus mocht je meer te weten willen komen over voeding, blijf dan vooral de aankomende video's kijken. Ik zal ze een beetje verwerken. Het zal allemaal andere onderwerpen hebben. Maar vandaag gaan we allemaal producten achter de computer vergelijken. Dus ik neem jullie mee naar mijn computerscherm. Daar gaan we. Het eerste product vind ik een heel interessant iets. Dat is tonijn in olijfolie. Dat eten wij allemaal. Hoogstwaarschijnlijk. Zoals jullie zien krijg je voor 17 euro per kilo dit product. En deze krijg je ook voor ongeveer 17 euro per kilo. Krijg je hetzelfde product. Dus de John West en de Rio Mare. Dat scheelt allemaal niet zo gek veel. Het uitlekgewicht is 104 gram. En bij de John West is het 102 gram. Dus eigenlijk zo goed als hetzelfde product. Alleen als we kijken naar de voedingswaarde, dan wordt het interessant. Want de Rio Mare heeft 400 calorieën. En de John West heeft 180 calorieën. En dat is natuurlijk wel heel interessant en mede gevaarlijk als je aan het bulken of juist aan het kutten bent. Dan kies je een bepaald product. En beginners die maken de fout nog wel eens dat ze het complete product in gaan vullen in hun voedingsapp of in hun voedingsschema. Als we dan het Rio Mare product zien, dan zien wij dat de vetten daar 37 gram zijn. En als we kijken bij John West, dan zijn de vetten daar maar 8 gram. Dit betekent dus dat hoogstwaarschijnlijk John West enkel het vet wat in de tonijn zelf zit, of wat later is toegevoegd en daar een beetje in is getrokken, dat John West heeft daar rekening mee gehouden. Dus die zegt echt van oké, dit is het product wat je eet, dus enkel de tonijn zelf. En de voedingswaarde daarvan is dus 180 calorieën. En de Rio Mare die heeft gezegd, alles wat in dit blikje zit, dat is 400 calorieën. Maar dan kom je natuurlijk bij lange na niet aan, want je giet niet dat hele blikje over je boterham uit of door je salade heen. Dus dat is wel een heel interessant iets. Als we dan daarna kijken naar de eiwitten, dan zien we dat Rio Mare 17 gram eiwitten hebben en die van John West zelfs 27 gram. Dus is aanzienlijk meer. Al met al, hier zien wij minder calorieën bij de John West, duidelijker, meer eiwitten. Het prijsverschil is 0. John West is dus een aanzienlijk betere keus. Volgende vind ik wel een interessante. Hij is niet super chockerend, maar hij is wel leuk om te laten zien. We hebben Heinz tomatenketchup en we hebben Heinz tomatenketchup 50% minder suiker en zout en dus beter. Dan denk je, mooi. Eén is 2,30 euro, de andere is 2,20 euro. Het scheelt met 10 cent, dat is helemaal niks. Alleen bij de tomatenketchup die wat gezonder is, krijg je maar 400 milliliter. En bij de normale tomatenketchup krijg je 600 milliliter. En dat scheelt behoorlijk in prijs. En dan vraag ik me af waar dat prijsverschil dan vandaan komt. En als wij kijken naar de ingrediënten, dan zien wij dat de gezondere variant ongeveer 20 gram tomaten meer in de verpakking heeft zitten. Daarna zitten azijn, suiker en zout in. Dat is hetzelfde, een beetje specerij. En het enige wat er dus meer in zit, is een klein beetje zoetstof. Dus dan hebben we het over 20 gram tomaten, klein beetje zoetstof meer. En daardoor wordt het product dus 5,50 euro per liter in plaats van 3,80 euro per liter. Heinz, je kan mij niet wijsmaken dat door een klein beetje meer tomaten dit product zoveel duurder wordt. Marketing. En als we het over marketing hebben, dan gaan we gelijk door naar het volgende product. Dan hebben wij Melkunie Protein Raspberry Strawberry Shake 20 gram nog wat. En half volle melk. Die is toevallig nu in de aanbieding. Maar goed, als wij dus kijken naar onze Melkunie Protein Shake, dan zien wij dat die 5,60 euro per liter kost. En als wij kijken naar onze melk, dan kost die nog geen 1 euro per liter. Dus waarom is dit product ongeveer 6 keer zo duur? Zou die dan ook 6 keer zo goed zijn? Ik moet eerlijk toegeven, er zit wel een aardig verschil in. Want als wij kijken per 100 milliliter zit er in onze proteïne shake 9 gram eiwitten. En als wij kijken naar de melk per 100 milliliter, dan zit er maar 4 gram eiwit in. Dus, het dubbele, dat is best wat.
Maar we zien ook dat er maar ongeveer bij onze normale melk 50 calorieën in zitten. En bij de protein shake ongeveer 80 gram of 80 calorieën. Ik kan dus bijna een derde meer melk drinken. En als ik evenveel calorieën aan melk als aan die proteïne shake zou drinken, dan heb je maar echt een 2-3 gram eiwitten meer in je lichaam zitten. Is het product dan zo waardevol dat je 6 keer zoveel gaat betalen omdat je 3 gram eiwitten meer binnenkrijgt? Zeker niet. Ik in ieder geval niet. Scrollen wij naar beneden en dan zien wij de ingrediënten. Je betaalt voor 90% melk en een beetje melkeiwit met voor de rest, ja, het mag geen naam hebben, een beetje suiker, aardbeidpuree, noem maar op. Allemaal niet zo gek veel interessant. Dus je betaalt voor 90% melk. Je betaalt 6 keer zoveel omdat er een beetje eiwit in zit. Wat ik zou doen, koop lekker een pak melk, eiwitshake, klaar. Precies hetzelfde effect. Marketing. Dan hebben we nu een kipschnitzel. Vind ik echt een super interessant product, want hier gaan veel mensen de fout mee. Wij hebben hier de gehakt kipschnitzel met pompoen en hier de krokant kipschnitzel. Ja, dit zijn inderdaad twee verschillende producten. Alleen het smaakverschil, persoonlijk vind ik dat niet eens zo gek veel. Ik wil jullie alleen laten zien met deze vergelijking dat er een heel groot verschil in voeding kan zitten als je weet waar je op moet letten. Ze zien er eigenlijk bijna hetzelfde uit en je zal er snel in de supermarkt staan, gewoon een product pakken omdat je denkt, ah, die is lekker. Terwijl als je een seconde de tijd neemt, je heel veel leert. Ze zijn dus alle twee ongeveer, hier ook, 10 euro per kilo. Dus dat scheelt niet eens zo gek veel. En dan wil ik de voedingswaarde per 100 gram laten zien. Die is bij de pompoenversie slechts 150 calorieën. En bij de krokante versie 280 calorieën. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik neem altijd minimaal 200 gram vlees bij mijn avondeten. Dus als ik die 280 zou verdubbelen, kom ik ruim over de 500 heen. Terwijl als ik die andere de pompoenversie zou verdubbelen, dan kom ik maar ongeveer aan 300 calorieën. Dus dan heb je 300 calorieën tegen plus minus 550 calorieën. Fijn als je aan het bulken bent, wat minder als je aan het kutten bent. En zo zie je dus, ook met deze voedingswaarde, natuurlijk zit er een iets verschil in. Maar het maakt dus wel echt gigantisch veel uit welk product je pakt in de supermarkt. Dan hebben we nu een hele interessante, dat is de pastasaus. Die ene is van Bertolli en de andere van Casa del Sud, als ik het zo goed uitspreek. Zoals wij hier zien, €2,61 voor de Bertolli. En voor de andere variant, de Casa del Sud, ongeveer €1,60. Dus scheelt een euro per kilo. Waar komt dat prijsverschil dan vandaan, vraag ik me af. Kijk ik eerst naar de voedingswaarde. Per 100 gram 65 calorieën. De andere variant ook 65 calorieën. Vetten 1,2, 2,5. 9 gram suiker, 8 gram suiker. Scheelt allemaal niet zo gek veel, maar er zit wel een euro prijsverschil in. Dan gaan we door naar de ingrediëntenlijst, want het lijkt op het blote oog eigenlijk hetzelfde product. Alleen dan zien wij hier dat er bovenaan de ingrediëntenlijst van de Casa del Sud staat er water. Het product wat het eerste op de verpakking staat of op de website bovenaan staat, dat zit er dus ook het meeste in. Dus ik betaal bij dit product, die Casa del Sud, betaal ik gewoon voor water. En als ik dan bij de Bertolli kijk, dan zie je dat er 90% tomaten zit, een beetje suiker, een beetje ui en ik zie niet eens water staan. En dan kijk ik bij de variant, het is water en er zitten 20% tomatenpasta in en 8% tomaten. Dus er zit maar iets van 28% tomaten in en bij de andere variant is dit wel 90%. Dus het product is, in dat opzicht lijkt het dat het even gezond is. Alleen is het wel echt een gigantisch groot smaakverschil en natuurlijk een heel groot ingrediëntenverschil. En dat is ook weer met zo'n product, als je daar meer voor wilt betalen, is dat het geld dubbel en dwars waard. Dit zijn dus zomaar een aantal willekeurige producten die ik op heb gezocht. Super interessante vergelijkingen, al zeg ik het zelf. Ik vind het heel leuk om producten te vergelijken. Misschien heb jij ook wel een product waarvan je zegt, nou Raymond, weet je, vergelijk dit eens of oh, ik ben hier eens een keer achter gekomen of noem maar op. Laat dan even een reactie achter, vind ik, weet je, altijd leuk om met jullie in contact te komen. En we gaan hem lekker afsluiten. Als je nou meer van die voedingsvlogs wilt gaan zien, ze komen er binnenkort allemaal aan. Dit was Raymond Schult, totalstrength.nl, ignite your fire and grow stronger.